Er zijn knokkers in Brawl Stars die al super chill spelen, gewoon zonder sterrenkracht, zonder gadget, gewoon vanuit hunzelf spelen ze al super chill. Maar er zijn ook knokkers die echt vet, maar dan ook vet veel beter worden door een sterrenkracht en gadget. En 8-bit is daar sowieso eentje van, want 8-bit heeft een zieke sterrenkracht, een extra leven. Daarmee kom je gewoon standaard wat verder dan andere mensen in solo showdown. Dus dat is super chill. In 3 versus 3 game modus heb je er iets minder aan. Mijn duo in showdown is die mega overpowered. Dat is echt insane. En de gadget van 8-bit, die is helemaal ziek. Maar die heb ik nog niet. Toen denk ik, waarom heb je die dan nog niet? Nou, ik kan hem nog nooit kopen. Maar vandaag wel. Hij is momenteel in de store te koop. En die gadget is zo nice. Want je kan je teleporteren naar, zeg maar, je boost gebied. In ieder geval, daar kan je naar teleporteren. En dan kan je bam in één keer een zieke surprise attack doen. Dus ik ga proberen op deze manier gewoon even 8-bit nog flink omhoog te pushen. Ik heb hem al 600 plus. Maar we gaan kijken of ik hem nog hoger kan fixen. Oh, dit wordt zo nice. Dan kan je echt mensen helemaal voor de gek houden. Die denken, waar komt hij in één keer vandaan? Want ik weet zeker dat nog niet iedereen weet dat dit de gadget is voor 8-bit. Ja, ondertussen de meeste wel, maar nog niet iedereen. En dat weet ik zeker. En ik weet het leuk gemaakt als we een paar dikke victories hadden. Ja, 1 dikke victory, dat vind ik al genoeg. Dan ga ik die tokenverdubbelaar aanbieding ook kopen. Want binnenkort komt er natuurlijk een nieuwe knokker aan. En ik ben al vet veel dozen aan het sparen. Ik heb er al bijna 100 gespaard. En dan gaan we dan natuurlijk alles in één keer openen als die nieuwe knokker uit is. Maar let's go, we gaan nu lekker spelen met dit gadget van 8-bit. En kijken of we victories kunnen halen. En trouwens, als jullie zin hebben in deze video, smash allemaal even dat duimpje omhoog. Zouden we de 8000 likes kunnen halen? Dat zou heel nice zijn als het gaat lukken. Heb geen natuurlijk niet aan. En op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En help je me natuurlijk ook aan die 250.000 abonnees. Wat er binnenkort zit aan te komen. Ik denk dat we dat deze week wel gaan halen. Echt heel nice hoe ze de hardware de laatste tijd zijn gegaan. Maar dat had ik al wel vaker gezegd in video's. Maar ik blijf het gewoon nice vinden, weet je, jullie support. Maar let's go. We gaan gewoon lekker aanvallen. En dan probeer ik zo snel mogelijk even mijn super in te zetten. Want je kan je gadget pas gebruiken op het moment dat je je super hebt ingezet. Maar Daryl, die loopt daar nu rond. Dankjewel, Daryl. Oké, dit is prima. Dit is trouwens heel prima. Dit is heel chill. Oké, nice. Ik zet hier trouwens even mijn super neer. En dan kan ik mijn gadget nu eventueel gebruiken. Ik ga nog niet... Oh, lol, wat doet die Daryl dan? Nou, prima. Daar heb ik mooie krachtpunten bij. Dus dat is chill. Maar wat ik nu ga doen... Ik ga gewoon boven in de bosjes wachten. Of ik loop er een beetje omheen. En op het moment dat iemand in het midden loopt... Waarvan ik denk, nou, die kan ik wel hebben... Dan kom ik tevoorschijn. Dan ga ik me teleporteren. En dan kan ik sowieso een kill maken. Dat kan haast niet anders. Zit er nou iemand in het midden trouwens? Oh shit, ja, mijn portaal is nu weg. Ik zet hem gewoon weer neer. Ik heb er namelijk gewoon nog eentje. En die Carol die moet echt opdonderen. Die mij... Oh nee, 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 nee! Oh, maar gelukkig heb ik een extra leven. Kijk, daarom is een extra leven super chill. Dan kan je iets meer risico nemen. Maar dat was wel dom. Ik wist wel dat er een Shelly ergens zat. Maar ik had er niet echt rekening mee gehouden. Als ik die Max en Shelly nou kaak kan pushen, zou heel chill zijn. En die Crawl is trouwens ook irritant. Ik zal eerst even die Crawl wegjagen. Ik zal mijn super even inzetten als shield. Ik moest hem wel inzetten, want anders was ik echt gefukt. Want anders had die Crawl me sowieso kunnen killen. Maar we zitten nog in de top 4, dus we kunnen nog steeds winnen. Alleen ik heb helemaal geen krachtpunten. Dus dat is echt fucked up. Die Shelly kunnen we trouwens hebben. Als jullie nou even die Shelly killen, dat zou chill zijn. Ja, die Shelly hebben we. Maar kijk, ik zet mijn special daar neer. En dan nu in één keer mijn gadget. Kijk dan, kijk dan. Het was dat ik heel weinig leven zat. Maar wat ziek nice is deze gadget. Echt insane. Ik ben wel meteen tweede geworden, maar die gadget is zo nice. Ik moet er nog wel iets beter mee leren spelen. Want als ik misschien niet iets tactischer had gespeeld, had ik misschien nog eerst kunnen worden. Maar op deze manier kan je dus spelen. Je gooit je super en bam, in één keer kan je je gadget inzetten. En die combinatie is echt heel relaxed. Voor Cross moet ik trouwens echt uitkijken. Want die kunnen de hele tijd hitten. En omdat ze sneller lopen, is dat gewoon heel gevaarlijk. Waar zou ik heen gaan? Die Max, die loopt trouwens ook veel sneller. Maar die blijft niet damage doen. En dat is dan wel wat chiller. Ik ga wel even hier naar het midden. Is wel een risico. Maar aangezien ik een extra leven heb, neem ik dat risico. Wat doet El Primo? Ja, oké, okay, nice. Dan kan ik nu even volop hits doen. En dan heb ik nu ook al... Ik zal mijn special even neerzetten. Dan moet ik wel hits blijven doen natuurlijk. Het zou chill zijn als ik die Primo kan killen. Nou, laat maar. Dan heb ik geen één krachtpunt. Dat is wel een beetje top. Maar ik heb nog wel mijn leven. En dat is ook heel chill. Want dat had ik natuurlijk net niet. Toen was mijn leven meteen weg. En ik word nu wel redelijk gesandwiched hier zo. Ik ga uit het midden. Want in het midden rondlopen zoals 8-bit zijnde is niet heel relaxed. Ik laat wel even de hoogtepunten zien. En mocht ik gaan teleporteren of mocht er iemand toevallig in het midden komen. Dan laat ik dat wel weer even zien.
Ik zit nu trouwens wel in de fucked up situatie. En zag je dat? Huppatee. Oh, die crawl die komt naar me toe. Maar gelukkig heb ik een extra leven. En dan kan ik die crawl nu killen. En dat is wel echt heel relaxed. Maar zag je dat? Ik zat gewoon in de fucked up situatie. En ik kon mezelf redden door te teleporteren. En dat is natuurlijk ook relaxed. Sandy, wat gaat die doen? Ik kan die misschien wel wat hitten, hoor. Oh, die gaat zichzelf nu healen. Die heeft die gadget ook dat hij zichzelf kan healen. En, oh, zullen we teamen, Sandy? Want ze zitten daaronder ook te teamen. Nee, ja, dit wil toch niet. Dit is niet eerlijk, want die Spike zaten te teamen. Nou, als ze die Sandy met mij wil teamen, dan is het nog een beetje eerlijk. Maar dit was helemaal niet eerlijk. Maar het is dus goed als aanval, maar ook als verdediging, die portaal. Want mocht je ergens in de punari zitten en je wil wegkomen, kan je in één keer bam wegteleporteren. En dat is wel echt heel relaxed. Maar ik wil gewoon even één keertje een lijpe kill maken, een lijpe victory met mijn gadget. Ook omdat ik dan natuurlijk die aanbieding mag kopen. Maar ook gewoon omdat het super vet is. En het is gewoon nice, deze gadget. Dus ik wil even laten zien waarom die zo overpowered is. Dus als ik een goede kill kan maken met de gadget, dan zie ik jullie weer. Nou, ik ben ondertussen al wat potjes verder. Het is best moeilijk om met één pit zo'n kill te maken met de gadget. Omdat ik nu al best wel hoog niveau zit. Ik zit al bijna op rank 23. Nou ja, dat is dus 600 trofeeën wat je dan moet hebben. Nou, ik zit ondertussen gewoon tegen spelers die best wel ervaren zijn. En die weten gewoon hoe die gadget van, zeg maar, 8-bit werkt. Dus dan is het wel wat moeilijker spelen. Maar ik blijf strijden. Ik ga gewoon net zo lang door totdat me het is gelukt. Ik wil gewoon een lijpe surprise kill maken. Misschien dat we hier trouwens wat hits kunnen doen op Leon. Dat kan zeker. Die gaat er nu vandoor. Oké, dat is jammer. Anders had ik hem best wel kunnen hebben. Maar ik heb bijna mijn special. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Kunnen hier wat hits doen op Nita. Dat zou chill zijn. Ja, dat heb ik. Dan heb ik nu mijn special. Oh lol, er zat gewoon een Ems in de bosjes. Wat zou ik doen? Zit die Ems daar nog steeds? Of is die... Ja, die zit daar nog steeds. Ik kan trouwens ook... Wat je kan doen, is je special naar die Ems gooien. En dan in één keer tevoorschijn komen. Dat is misschien wel een beter idee. Ik ga dat proberen. Kijken of dat gaat werken. Ik zal nu mijn gadget daar niet zetten. En dan denk ik... Boom! Ja, het zou kunnen werken. Het zou kunnen werken. Alleen werkt het nu niet heel goed. Maar het zou kunnen. Oh, come on. Kan ik die Leon nog killen? Dat zou chill zijn. Ik kan hier trouwens even mijn special neerzetten. Dan kan ik hem misschien toch nog pakken. Jongen, jij bent net gekild. Dat is niet lief. Nee, oké, dat gaat niet meer lukken. Maar op die manier kan je het dus ook gebruiken. Gewoon dat over een muurtje heen gooien. En dat je in één keer op die manier over een muurtje heen komt. Oké, daar ging mijn special weer. Dit is echt best wel moeilijk spelen, man, op dit niveau. Maar ik ga er gewoon door. Ik wil nog even één lijpe kill maken. En misschien dat ik aan het eind van de video dan trouwens ook rank level 23 ben. Dat zou ook wel nice zijn. Want kijk, ik moet nog 15 trofeeën erbij. En dan heb ik 8-bit gewoon rank level 23. Dat heb ik nog niet eerder gehaald met 8-bit. Dus het zou wel nice zijn. Dat is ook mijn doel. Maar hoe, joh, in het midden liggen nu mega veel doosjes. Zou ik hem... Nou, hier liggen er ook twee. Ik open ze wel even snel en ga dan kijken of ik met het midden kan bemoeien. Diebo, dankjewel voor het openen. Want jij gaat dat duel van dichtbij niet winnen. Oh, joh, er is een Bibi. Die gaat nu alles vrij spelen. Nee, oké, maar ik ga Bibi even van deze kant pushen. Als we gewoon Bibi met z'n allen hier een beetje pushen. Dan kan hij geen kant op en dan gaat hij dood. Dat zou wel chill zijn. Oké, noem ik uitkijken. Oké, nee, toch niet Bibi pushen. Er zit een Bo hieronder in de bosjes. Maar ik heb nu weer full HP. Dus die Bo die gaat nu wel weg voor mij. In ieder geval, dat was de bedoeling. Gebeurt ook. Oké, dat scheelt. Er is nog Spike. Oh joh, kijk. En daarom zijn deze potjes zo moeilijk. Dit is zo lastig spelen. Maar die Bibi, die kunnen we misschien een paar hits doen. Die is nu zo sterk. Dat is echt niet normaal. Maar ik heb een special. En wat zou ik doen? Ik kan die Spike misschien pushen. Ja, dat gaat wel lukken. Want die, ja. Leon, maak jij even de final shots. Dat zou chill zijn. Heb ik mijn special nodig? Nee, nog niet. Dan bewaar ik hem nog even. Nou, oké, dit potje zou misschien kunnen worden. Leon is er nu ook bijna dood. Die kunnen we misschien even helemaal afmaken. Ja, nice. Dan zijn we nog met z'n vijven. En ik heb nog steeds mijn second life. Dus mocht ik nu doodgaan, dan heb ik nog steeds een extra leven. Wat zullen we doen? Zou ik daarheen teleporteren? Dat zou wel nice zijn. Ja, boe! Nice! Ik heb hem! Ik heb de kill. Ik heb de teleport kill. Hij had het echt niet verwacht. Hij dacht, wat doet hij nou weer? Maar hij wist dus niet dat, dat je kan teleporteren. En zo iemand heb je eigenlijk nodig. Maar hoe langer die gadget in het spel zit, hoe minder goed het natuurlijk gaat werken. Maar ik heb nog extra life, come on. Oké, dit is echt fucked up. Ik zal even hier mijn... Waar zou ik mijn super neerzetten? Ik wil eigenlijk weg kunnen teleporteren. Ik zal hem hier even neerzetten. En oh shit, nee.
Oh, net te laat, net te laat. Nou ja, we zijn in ieder geval weer derde geworden. En dat betekent wel dat ik weer plus 6 heb. En dan heb ik nu nog 9 trofeeën nodig. En dan ben ik gewoon rank level 23. En ik heb eigenlijk nog steeds niet die victory gehaald, volgens mij. Ja, ik kom de hele tijd wel in de top. Maar niet echt victories waardoor ik die aanbieding mag kopen. Maar ik ga nog even pushen naar rank level 23. Want dat is nu net zo leuk, nu we er natuurlijk bijna zijn. En we hebben de kill wel gemaakt. We hebben de teleport kill wel gemaakt. En dat is natuurlijk ook nice. Oh, daar is nog een andere 8-bit. Die wil teamen, maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Wat gaat hij doen? Ik ga nu wel eventjes schuilen hier zo. Want anders heb ik gewoon veel te weinig HP. We kunnen nu misschien een beetje die 8-bit pushen. Want die... Ja, hij heeft sowieso extra leven. Dat kan niet anders. Oh, ja, jawel, dat heeft hij wel. Come on. Come on, boys. Nu is die 8-bit... Oh, lol, die 8-bit teleporteerde dus daar ook. Dat is wel ziek gedaan. Maar hij is nu dood, dus dat is prima. Oh, weet je wat ik ga doen? Ik ga kijken of ik alles kan jatten van Carol. Ik ga nu teleporteren naar het midden. En dan ga ik proberen hier alles te jatten. Ik heb natuurlijk second life. Nice! We hebben nog steeds 4 krachtpunten gejat. Nice. Oh, dit was wel ziek. Oké, dan wordt dit het laatste potje. En dan moet ik nu gewoon eerste worden. En dan ben ik gewoon ook rank level 23. Gewoon alles op alles zetten om eerste te worden. Het zou ziek zijn als dat dan nu gaat lukken ook nog. Nou, we zijn ondertussen nog met 6 knokkers over. Daryl, die heeft nu zijn special gebruikt. Die kunnen we wel hebben. Ja, die is nu ook dood. Er is een Craw. Ja, Craw, jij moet weg. Want ik wil namelijk hier die bullen spul hebben. Dan zijn we nu maar nog met 4 over. En ik ben pittig sterk. Dus dat is wel echt een voordeel. Ik zal hier trouwens... Wat zou ik doen? Ik zet hier gewoon... Zou ik naartoe teleporteren? En dan boom teleporteren! Ja, 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 ja. Oké, nice. Het is me gelukt. Oh, shit. Oh, lol. Ik heb dit nog overleefd ook nog. Nu ben ik trouwens wel bijna dood. Maar ik heb nog een extra leven. Dus dit zou kunnen. En ik heb... Oh, nee! Ik had mijn extra leven al verspild. Nee! Dan zijn we nu tweede geworden. What the fuck? Oh, lol. Ik dacht helemaal dat ik extra leven heb. Oh, dan hebben we 1 trofee. Oh, weet je wat? We doen toch nog 1 potje. Ik wil die ene trofee er nu bij hebben ook. Oh, man. Ik dacht echt dat ik nog extra leven had. Maar ja, blijkbaar niet. Maar dan moeten we nu in de top 4 komen. Oh, nee, volgens mij 5 is ook al plus 1. Dus 5 is voldoende. Nou, en op zich gaat dit potje helemaal niet zo heel verkeerd. Ik ga best wel lekker. En ik heb hier ook weer bijna een kill. Ik kan hier trouwens ook wel even heen teleporteren. Mocht dat nodig zijn. Zou ik dat doen? Ik ga eerst proberen nog wat is te doen. En dan nu. Boom, boom. Lol, hij heeft trouwens nog wel zijn special. Dus daar moet ik wel voor uitkijken. Maar op die manier kan je zo goed kills maken. Alleen lukt het nu helaas niet. Maar de vorige 2 keer lukt het wel. Maar we zitten bijna in de top 5. We moeten nog 1 kill maken en we zitten in de top 5. Die Crow mag even niet weten dat ik hier zit. Die weet dat nu wel. Maar ik heb nog mijn life. Oké, maar we zitten in de top 5. Dus dit gaat helemaal goed komen. Nu even kijken of ik die Crow kan pushen. Dat zou chill zijn. En ik heb toch second life. Dus het is in principe niet heel erg. Oké, dit is wel irritant. Ah, man. Oké, nou, goed gespeeld van die Crow. Want ja, goed gespeeld, goed gespeeld. Dan zijn we 50 geworden. Als het goed is, krijg ik plus 1. Als het goed is, ja inderdaad. En dan zijn we precies rank level 23. Dat is wel nice. Ah, en weet je wat? Omdat we rank level 23 zijn geworden en best wel wat omhoog zijn gegaan, koop ik toch die aanbieding. En nu denken jullie, je had die aanbieding sowieso gekocht. Ja, waarschijnlijk wel. Weet je, of ik het nu niet had gekocht, had ik het misschien morgen gekocht. Dus eigenlijk, het was een beetje vals spelen. Maar in principe is het wel nice. En in principe heb ik er nu ook niet heel veel aan. Ik heb er meer op termijn iets aan, want dan speel ik gewoon veel meer doosjes vrij. Maar wel ziek nice deze gadget. Laat me even weten in de comments wat jullie van deze gadget vinden. Ik vind 8-bit nu echt veel chiller spelen. En heb 8-bit best wel wat gepoest. Is nu mijn 4e beste knokker op dit moment. Dus dat is wel nice. Ik heb natuurlijk Craw, Leon, Sandy ook wel veel hoger gehad. Dan 650. Maar voor nu vind ik dit wel echt heel nice. Maar dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later maar. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bouwsarmy. Let's go!